Kikkers, daar bent u weer met een nieuwe aflevering van Sassendom TV. Ja, we gaan vandaag iets heel anders doen. We gaan namelijk kamperen. We gaan namelijk naar de Agnietenberg. De Agnietenberg is de nieuwe locatie van de Bijbelbusjes. En daar hebben ze vandaag het Prinsenbal. Kieken jullie even met volle plezier. Hey Wiegel, goedenavond. We staan hier wel op de camping. Niet dat we gewoon kamperen, dat doen we niet, want ik heb Batsen niet bij me. Anders had ik dat willen overwegen. Maar trouwens over Batsen gesproken, we hebben hem thuis lopen. En aan wie is dat er was? Hij kunt mooi niet. Ik doe het wel alleen met Gert en Renate natuurlijk erbij en Herman erbij. Maar we zitten nu bij de Pijpenbusjes, bij Zomers, midden in de winter. Ik ga eens even kijken met de Pijpenbusjes wie de nieuwe hoogheden worden. Ga mee naar binnen. Kom maar, Wiegel. Hallo? Nou, Wiegel. Dan kreeg ik zo'n ding van Gert. Dan moet onze penningmeester met erin geven. Wiegel, doe die even een roffel. Dan komen die kale klatsen en schoenen. Waarom af van Griek? Ik weet niet waarom, maar... Maar ik ben er wel trots op. En maar iedereen kan zo'n ding kopen. Kopen. Voor een tientje ben jij een vriendje. Jazeker. Dat ga ik vooral voor doen. Hij ziet gewoon de hand. Ja. Bent u samen de nieuwe top van de carnavalsvereniging de Pijpenbusjes? Bent u bekend binnen de carnavalswereld? U komt van buiten de Pijpenbusjes. U bent een aanwinst voor ons. Mag ik vragen, is dat uw normale gezicht? Wie gaat zich als eerste onthullen? Ik denk, het masker mag het af. Is dit onze hoogheid of is dit onze president? We zullen het mega maken. Ik heb nog één persoon staan met een cape en vlinders. Dus ik weet zeker dat die vlinders de rode draad zullen worden door het jaar. Mag ik vragen om wat u zelf het eerste wilt? Het masker of de cape? De keuze is aan u. De spanning stijgt. Mag ik jullie voorstellen? Prinses Aurelia, president Kolos, de achtste hoogheid der carnavalsvereniging der Pijpenbusjes. Ja, wat is een prinses zonder staf? Voorzitter, mag ik u vragen haar de staf te overhandigen? En mag ik dan vervolgens vragen aan de volledige raad en de senaat om de steken vast paraat te houden? Okay.
Wiegel, dat was ze dan. We hebben een applicatie gezien van, het was ik even zeggen, van Renate. Een applicatie van Richard met zijn dochter. We hebben een hele leuke nieuwe prinses, Aurelia. En een bom van een kerel die noemt zich Kolos. We hebben vanavond dus die opkomst gezien en we zullen zien wat het verder wordt met die twee in het seizoen. Dus we gaan het meemaken. Wie gaat tot de volgende. Yo! Wee op dat jullie weer net zo genoten hebben als wij. Tot de volgende keer maar weer. Ajuu!